heren, jongens en meisjes. Zo, de kap even lekker door je speakers in, of niet? Deskazon hier, mijn naam is Kasper. Welkom in de IJmuiden. We gaan weer varen, vehicle simulator. We liggen in IJmuiden. Dus we zeggen van, hé, dat is beter al een keer eerder geweest. Dat klopt, we hebben al een keer gevaren van IJmuiden Newcastle. Ze zeggen, check even mijn kanaaltje. Hè? Gelijk dan even een duimpje omhoog, ga abonneren en druk op het belletje. Dan word je op de hoogte gehouden, punt. Maar goed, we zijn dus in IJmuiden. En ja, we zijn dus hier al een keer geweest. We zijn dus daar vertrokken. Maar we gaan dus nu niet daarheen. Terwijl je hier dus de Filison Tunnel ziet. Maar we gaan daarheen. Daar zo. Daar liggen al de sluizen van IJmuiden. Daarbij de sluizen van IJmuiden. Daar gaan we dus meteen heen. We gaan dus richting het IJ. We gaan richting Amsterdam. Dat toch bedoelt hoe dat nou een beetje eruit ziet. Ik heb ook mijn telefoon bij me. Kijk, ik weet niet of je dat goed kunt zien. Kijk, daar ligt dus de sluizen van IJmuiden ook. Zie je. Daar ligt ook de tunnel van DFDS. Ik ga eens kijken of er hier en daar wat dingetjes bekend zijn. Vind ik wel een keer leuk om te doen. Daar ligt dan de hoogovens. Zo, ga ik even kijken op mijn... Daar moet dan liggen Velsen Noord. Ja, en dan moet daar al ergens liggen Velsen Zuid. Daarachter ligt IJmuiden, hier zo. Daar zo. En daar moet dan de vuurtoren. Dat moet dan de vuurtoren voor zijn. Ik heb laatst bij een videootje naar Newcastle heb ik gezegd dat hier geen vuurtoren ligt. En maar er heeft eigenlijk wel een vuurtoren. Maar ik denk dat dit dan de vuurtoren moet zijn. Dat dingetje daar zo. Maar goed. We varen met de Sifnos Jet. Dit heeft een poolside ramp, ctrl A, en een starboard ramp G. Dat zijn de loopplanken die uitgaan en ingaan. Kom ik zo even op terug. Hij heeft een wing control koffer. Dat is gewoon een kapje wat op de bedieningspaneel zit aan de buitenkant. Hij is 33,50 meter lang. Hij is breed is 13 meter. En ik neem dat de vaardiepte is, denk ik, is die 1,50 meter. Power is 4 keer MTU 12 volt. Populations, ik weet niet wat het inhoudt. Lees het, zou ik zeggen. Hij kan 33 knopen normaal varen en zijn maximale snelheid is 40 knopen en hij kan 366 passagiers benemen. Kijk, dit zijn dus die beweegbare dingen. Ctrl D, kijk, hier zit dus boven zit een kapje. Kijk, D hangt eraf. Wat? Dit stukje daar. En D doe ik weer erop. Web D, ga ik kapje weer op. Deze doe je dan Ctrl A, doe deze, doe je in. Kijk. Daar gaan ze mee toe. Nou, die gaan we even kijken. Kijk hier, gaan ze mee toe, want we gaan ook gewoon binnenkort vertrekken. We gaan dus eerst naar de sluizen van IJmuiden. Die sluizen zijn wel een beetje raar, een beetje apart. Oké, lange hoorn. Lampen zijn allemaal uit, dus ik hem vast even aan. Wat doe ik dan? Ga ik even in de hut zitten, of in de hut. In de stuurcabine, zo zeggen. Ik weet niet precies hoe dit nou weer moet zijn. Komt wel weer goed. Zet hem even op 1 volt en we zetten hem van de touwen af. Nou, goed, varen we dat nu al. Van de kant af zetten een beetje, want zo. Dan gaan we nu eerst naar de sluizen van IJmuiden. Daar gaan we eerst heen. Zo. Sluizen die zijn wel, wel redelijk oké, alleen de sluis zelf gaat iedere keer open en dicht. Kun je het aan de voorkant zien dat dan wel. Kijk maar.
Kijk, nu is hij dicht. Of nu is hij open. En zo ding komt hij weer tevoorschijn. Kijk, daar gaat hij weer dicht. Zo, dan is hij... en dan is hij denk ik weer dicht. Dat is dan weer een beetje spastisch. Ik heb geen idee wat me te wachten staat, want ik heb dit nog nooit gevaren, dit stukje. Ja, deze scenario heb je voor Amsterdam en voor Rotterdam, want je kunt ook heel ver in Rotterdam komen, dus dat doe ik ook wel een keer binnenkort. VSF Addons, Rob's VSF Addons, kun je dit scenario gewoon downloaden. Deze boot kunt u natuurlijk weer downloaden. Ik zal even dus weer de site laten zien, want voor ik het vergeet. Bij Canary's Shipyards. Canary's Shipyards. Mooie site, heeft ook mooie boten. Mooi geluid erop. Ik vind het wel een hele mooie site. Goed, wij varen hier dus nu naar de sluizen. En dan zitten wij, even kijken of ik dat hier ook alweer kan vinden. Ja, kijk af en toe even naar beneden toe. Niet dat ik van dit soort spasjes vind je, maar... Ja, hier gaan we dus de sluizen door. En dan hebben we zometeen aan de rechterzijde hebben wij een gebied liggen, Velserbeek. Dat is goed dus. Varen nog even heel rustig. Vaar nu gewoon een beetje normaal. Passagiersschipsnelheid ongeveer. Stel dat kun je lezen hieronder. De pen heb ik weer aangezet. Je kunt even goed lezen. Je kunt er wel zelf eventjes al een beetje bekijken. Nogmaals, vind je dit een leuke video? Abonneren. Druk op het belletje, dan word je op de hoogte gehouden. Duimpje omhoog, ook prima. Inmiddels zitten we op 16 abonnees. Op mijn kanaal. Ik denk, ja, 16 abonnees nog maar. Maar het is voor mij een start. Vind ik leuk. Ik vind het leuk dat ik weer wat nieuwe abonneer erbij heb. Ik weet niet wie dit is, maar in ieder geval bedankt ervoor. Hier, gaat de sluis net omhoog. Ja, net op tijd denk ik, want hij gaat denk ik nu net weg. Ja, kijk, nu is hij mooi weg. Haha. Nou, blijf even dicht zitten. Ja, dicht of open. Is de sluis nou dicht als hij open is, of is de sluis nou open als hij dicht is? Oké. Okay. Hier varen we dus door de sluizen heen. Dan gaan we even ietsjes pietjes uitzoomen. Ja, in mijn toetsenbord en mijn muis, die hebben allebei bezit van een batterij. En vervolgens zijn ze allebei bijna leeg. Dus het kan zijn dat mijn muis en mijn toetsenbord een beetje traag reageren. Sluis open! Sluis open! Oeh, schulden weinig. Binnen een botsing gehad. Nu gaan wij zometeen ook nog onder een snelweg door. Dat is dan de A22. Ja, die mis ik dan. Ja, het zal wel niet helemaal gedetailleerd zijn, denk ik. Het is gebouwd door iemand die voor mij ook... Voor mij is geen Nederlander, volgens mij, die dit scenario gebouwd heeft, volgens mij. Dus deze boot. Vind ik een beetje raar liggen, trouwens. Daarachter... Dit is dus IJmuiden. En dan zou je hier ongeveer de spoorlijn moeten zijn. Als je met de auto naar DFDS toe gaat, dan rij je een poos langs de spoorlijn. Die weg die moet ongeveer hier lopen. Ja, of dat is, dat kan natuurlijk ook. Of dat is natuurlijk de spoorlijn. Ga even in de gaten houden of de spoorlijn er ook nog ligt. Daar in de verte al Amsterdam. Maar we zullen wel even wat harder varen met deze boot. Want ja, met dit tempo dan zijn we er over een half jaar nog niet. Zo, eens even wat snel te geven zo. Hoppakee. Nou, wat ik hier ook mis is eigenlijk een beetje stiekem toch wel... Waarom is dat geel dingetje daar denk ik zo raar aan beeld? Dat is wel vreemd trouwens. Wat ik dan wel stiekem een beetje mis is wat bewegingen in het spel. Het is allemaal maar strak. Er zit geen beweging in. Ja, je hebt geen... ja, af en toe zien we eens een keer een vliegtuigje vliegen, maar... Verder geen auto's. Geen tegenliggers, tenminste bijna niet. Dat is gek toch, hè? Want zoals nu heb ik weer zo'n heel rare view. Maar goed. Beetje raar het. Nou, dit is dus de hut. De stuurhut. Met een... Ja, dat klopt. Ik heb net een site gezien. Ik weet even niet meer de namen. Dan, die geeft ook... die gaan bij kapiteins binnen kijken. Hoe ze dan aanmeren, afmeren. Weet je wel. Dat is ook in de stuurhuis. En iedere kapitein in Griekenland heeft dit fotootje.
bij zijn control panel zitten, bij zijn bedieningspaneel. Dat valt mij trouwens op. Dus dat is wel een beetje, ja, dat is wel waar. Ja, hij stuurt er al behoorlijk rap. Nou hebben we dus hier een bocht, dat klopt ook, dat zie ik dus nu ook op mijn Google Map kaartje staan. Nou, hier moeten ze eigenlijk over de, of onder de A22 doorvaren. Ga ik even hier zo zitten. Ga ik even mijn muis aan het beeld zetten. Zo. Gaan we even naar achterkant kijken. Kijk, hier zijn dus die thrusters. Kijk, die zijn ook wel, wel gaaf. Dit is wel een mooi bootje hoor. Alleen jammer dat hier geen binnenkant zit. Maar dan kan we weer met de Condor ferries varen. Daar hebben we al een keer mee gevaren. Dan ga ik hier met deze. Hier moet als goed is, moet hier dan zometeen een zijkanaal komen. En dit heet ook inderdaad zijkanaal. Zijkanaal A. Maar die zie ik hier dan weer niet. En die zie ik hier tussen de A22, dit stukje. En de A9. En dan ligt hier aan die kant Velsen Zuid. Daar zo. Maar die bocht ligt er wel in. Dus dat is dan wel weer mooi. Hier net zo weer. Hè. Rood aan die kant niet voorbij. Groen, wit aan die kant nog voorbij. Dus je moet hem dus links passeren de boei. Kijken of we hem ergens bij een leuke tunnel neer kan zetten in Amsterdamstraat. Ben benieuwd of ze ook het Centraal Station erin hebben gebouwd. Ik heb helaas, ja, ik heb de wind aangezet. Ik heb de golf uitgezet, want ja, als ik hier hem op 0.5 golf zet, dan gaat hij al... Daar word je niet vrolijk van. En dan heb je. Zou je hier ongeveer onder de A9 doorgaan? Hier zo. En dan zit je aan de rechterkant Oosterbroek Reclaratiegebied Spaarnwoude. Dat moet dan ongeveer dit zijn. Ja, deze kant zit je, kijk je, oh ik heb hier. Ja, alleen parallel aan de N246. Hier kom je langs wat industrie. Ja, het zal natuurlijk allemaal wel iets spietjes. Kleiner, compacter gebouw zijn. Hier zit ook aan de rechterkant, dus aan die kant. Die kant. Ik zal langs een plaatsje komen Buitenhuizen. Zal dat ongeveer dit wat moeten zijn, denk ik ongeveer. Want ik zie hier ook niet die vuilverbrandingsfabriek staan van Amsterdam. Wel die windmolenpark, dat is dan wel weer kloppend. Hier zit dan wel weer knikken, dat klopt ja. Dus ik dus nu, als ik dus via de kaart moet kijken, zitten we dus nu op locatie. Oh nee, afvalzorg. Je zit hier dan als het goed is. We zitten nu op het Noordzeekanaal, we zitten niet eens op het IJ. We gaan straks naar het IJ toe. Rechts zit je nu op Noordertocht. Dus aan die kant. Nee, die kant, heel goed. Daar zul je toch haast zeggen. Daar zo'n. Nou, dan moet het as afvalzorglocatie. Nou, ik snap er helemaal niks van. N-A-U-E-R-N-A. Nou, dat is mooi dus. Of weer een andere. Spaarne. Komt er wel afslag van. Kijk, dit is dan wel weer goed, dit trouwens. Deze plas die nou uitkomt, dat is wel naar een havengebied toe van Amsterdam. En dan stop je bij Ruigoord. Straks die aan de rechterkant en links dan zit je op de zijkanaal D. Ja, ik moet af en toe een beetje lezen op mijn... op mijn cam, op mijn telefoon. Maar nu zit je eigenlijk al een beetje in het gebied van Amsterdam. En daar ga je dus wel naar een soort havengebied toe, maar ik denk niet dat het gebouwd is. Het ligt er wel, het water ligt er wel, maar het is denk ik niet gebouwd. Niet zoals dat zijkanaal, maar dat stopt ook al niet daar.
Hij gaat er niet meer door. Je kunt het dus niet dwars door heel Nederland heen varen. Dat gaat nou helemaal niet. Hier moet ook als goed nog een brug liggen. Hembrug. Hier zo ergens. Deze hoek. Dan neem ik aan dat als het allemaal zo gaat zoals het moet gaan. Hebben we straks aan die kant Eurotank Amsterdam BV liggen. Die kant. Kijk, die liggen ook al wat grotere jongens zo zien. Ja zo. En de Adenhaven moet het dan zijn. Dat. Ja, ik weet niet zeker of het zo is. Als het niet zo is, laat even een berichtje achter hier onder deze video. Maar ik denk dat we redelijk goed zitten, denk ik nu zo. Ik krijg zo meteen weer een aantal afslagen. Zeker nou haken we zo meteen aan de linkerkant. Ik weet niet of die erin zit, ja of nee. Volgens mij zitten we hier al redelijk op het ijbrugsmel, bijna. Nou, ze zijn niet echt op het ijbrugs, ja. Ik vraag mij af of we uw auto naar het ei toe gaan. Moeten we hier nog, oh, moet hier nog onder de A10 doorgaan? Hier moeten ze ergens het Centraal Station liggen, hè? Maar ik zie nog niks aan Centraal Station. En dan moet het zeker nou H zijn, aan die kant. En dan varen we hier zo meteen ook nog onder brug door, dan moet dan de A10 zijn, maar die zie ik ook niet liggen. Ik zag dat ik wel moeilijk tegen de kant aan zitten bijna met mijn bootje. Nou, dat doet al wel weer zo is zoals het hoort te zijn. Dus dit is zijkanaal H. Hier ligt dus benzineterminal aan deze kant. Hier moet de benzineterminal liggen. Aan die kant. En hier zit ook nog, wat een naam is er heen. Alkion Terminal Amsterdam. Aan deze kant. En ook nog J. de Jonge Flow Systems Regio Noordwest BV. Ik zeg maar wat. Dus. Ik neem aan dat het eigenlijk wel zo is. Dan gaan wij daarna. Gaan wij onder de tweede Koentunnel door. Dat is dus de A10. Dat moet dan hier ergens liggen. Dan zie je, hé, daar vaart net een bootje. Ja, een bootje, het is net een vierkant vlak wat voorbij komt varen. En de huisjes zitten nou ook niet helemaal netjes. Oké. Ja, ik heb wel de boel wat verlaagd. Kaas en zo, kun je eigenlijk handmatig kunnen aanpassen. Pardon. Kun je het eigenlijk handmatig aanpassen. Zodat dan die loopplanken een beetje gelijk op de kade liggen. De varen is ongeveer nu onder de Koentunnel door. Westen neem ik aan van wel. Ik ga een stukje verder weer. Dan moet dit zometeen de Koenhaven zijn. Hij zegt dit niet, maar dan zeg ik dat hier de Koenhaven. Hier ligt dan de Koenhaven. Dus dat zegt Google Maps tegen mij. Dat is de Koenhaven. En dan moet dit. Nou, hier staat verder geen informatie bij. Ik weet alleen dat hier Pole Dance Factory Amsterdam zit. Misschien is dat wel de paal waar ze dansen. Uh-huh. Dit moet dus de Koenhaven zijn. Zit er eentje weer mee te bemoeien? Oftewel mijn Google assistent. En soms dan gaat ze in één keer wat tegen me zeggen. Kijk, hier hebben we dus wel het loontje aan het ei. Moeten wij een turn maken. Dan komen wij in de Zeeheldenbuurt. Dat zal dan hier moeten zijn. Ik weet niet hoe lang dit scenario nog doorgaat hoor, want ik zie nog geen Centraal Station liggen ofzo. En dan moet dit Johan van Hasselt kanaal zijn. Zegt hij bij mij. Al met al, het is wel mooi in elkaar gezet, vind ik hoor. Ja, op zich de bochten liggen er wel goed in, moet ik zeggen. Dat is dan wel mooi. Dit moet dus de Zeeheldenbuurt zijn, dit is.
Hier is het dan Avens. Dat is maar. Schijnselte. Oh ja, hout. Houthaven moet dat zijn. Avens, het is de houthaven. Dan moet het Overhoek zijn, deze kant. Overhoek. We zijn toch haast bij het spoor moeten zijn nu, toch? Ja. Dan zou je wel binnenkort bij het spoor moeten zijn, dus nu. Aan de kant met het bootje van je. Dit is de Overhoek. Overhoeks. Dan komen we straks bij het filmmuseum uit. En het filmmuseum, dat is ook altijd de plek waar altijd het vuurwerk wordt afgeschoten, volgens mij. Ja, dit jaar is er geen vuurwerk, maar dat is altijd dat 12 uur moment. Want het filmmuseum ligt er niet. Ik weet niet wat dat voor gebouw is wat daar voor is. Ik kan alleen even kijken als ik even in dat ding zit. Oh, dat lijkt niet echt een... Nee. Oh! Oké, maken we weer een klein bochtje. Dan zou hier zo meteen ergens het Centraal Station. Daar ligt het Centraal Station! Nee maar, die is er ook ingebouwd. Dat is dan wel leuk, hè? Oh, dit moet dan het Centraal Station zijn zo. Dat is leuk, zeg. Ga ik even inzoomen. Ik kan alleen via deze beetje kan ik inzoomen. Kijk, daar ligt het Centraal Station. Nice! Is het Centraal Station. Dan zit hier dan ook toch misschien dat punt waar die pont overvaart. Even kijken wat dat ook weer zit. Dat zit dan weer niet meer. Nou wel, dat misschien. Ik zal even wat... Rustig gevaar. Ik weet niet tot hoe lang wij nog kunnen doorvaren dit scenario nog door. Het ligt nog wel iets van een... Ik zal even iets achteruit zetten. Even iets minder snel varen. Hier moet dan ergens die pont zijn. Het zal dan wel hier zijn, denk ik. Deze. Of die. Kun je het eipuntje. Het is Centraal Station Buiksloterweg. Met de pont. Het zal dan wel hier zijn. En waarschijnlijk dan van daar. Nou, wacht even. Ik zal even draaien. Hè? Van daar naar daar, denk ik dan. Of van daar naar daar. Dus het is niet helemaal in details neergezet, maar goed. Goed. Dan zou dit dus het Amsterdam City Center, oftewel het Movenpick Hotel moeten zijn. Dus even kijken of hier ergens een tunnel is. Dan zal hem even het beste nog gewoon hier neer kunnen leggen. Want volgens mij wordt het ook wel zo lang zat, denk ik. Zet hem daar maar even ergens neer. Zet hem een heel bekende plek hier al. Booking.com Piet Hein. Oké, okay. Dat is apart. Hier is een openbare basisschool. En de kleine kapitein. Hotel Jakarta, Amsterdam. Dat zou dat dit moeten zijn. Even kijken of we misschien hier eens weer neer kunnen pleuren. Even kunnen pleuren. Daar ligt de spoorlijn. Waarom een beetje rare brug trouwens, maar dat maakt verder niet uit. Die zou ik eventueel hier nog een klein stukje door kunnen varen. Oh ja, daar ligt dat inderdaad, ja. Driemaster. Ik weet niet of ik daar nog iets van kan vinden. Nee, dan moet ik veel te veel zoeken. Gaan we niet doen. Zeg anders hier, ik zet hem hier wel neer. Oké, daar ligt Movement Park Hotel. Het zit. Ik heb, sorry dat ik het zeg, maar ik vind dat de details best wel behoorlijk netjes zijn, hoor. Keurig gedaan door de bouwer. Nou, gaan we gewoon lekker hier neerzetten. Hier leggen we ook wel die cruiseschepen aan, volgens mij. Zeg het, ik heb een hoofd. Nou, ga ik hem hier eventjes vakkundig even neerzetten. Dat jullie van mij gewend zijn. Sorry.
Zet ook alvast even weer mijn plankjes uit. Zeg, hey, ik zie ze niet. Nee, het is de achtste eerste jaar. Ga kijken, oké. Okay. Vast even kijken of ik hem... Oh yeah. Nou, het is niet helemaal wat ik zeg van kon dat neergezet, maar... Even terugleggen, dat was netjes in huis. Gewoon lekker zo zeggen. Hoppakee, hij staat er weer stil. Dan zijn we aangekomen in Amsterdam. Kijk, maak even een fotootje zo. Haha. Zo, met de achtergrond het Centraal Station. Maar ja, ik moet zeggen, ik ben toch best wel enthousiast over dit projectje wat hij gemaakt heeft. Hops, WSF, Erdons. Ga een keer naar zijn site toe. Mocht je een keer dit spel willen spelen. Veel kost van beneden. Kost €20,95 op de Steam Workshop. We gaan razendsnel door naar VSF Addons, Hops VSF Addons. Daar kun je dit scenario downloaden. En hij heeft ook dan de Condor Ferries. Ook daar heb ik al een video van gemaakt. Schepen met complete inrichtingen. En deze boten kun je dus inderdaad gewoon vinden onder, voor de liefhebbers, KnarweerShipyards.com. Met de achtergrond van het Centraal Station. En dan gaan we deze video. Ik wil zeggen bedankt voor het kijken. Ik vond het even leuk. We doen ook binnenkort een keer Rotterdam. Voor mij is dat ook de eerste twee scenario's die je hebt. Rotterdam en Amsterdam. Ik kan even kijken of ik misschien nog wat meer kan vinden. We moeten een keer langs de kust een keer varen. We kunnen ook wel een keertje langs de hele Nederlandse kust varen. We beginnen gewoon ergens in Texel. En Texel heeft dan geen haven. Dat is dan wel jammer. Ik kan altijd kijken of ik dat misschien zelf kan inbouwen. Ik weet niet of dat mogelijk is. Of dat er misschien iemand die heel Nederland heeft na gebouwd heeft. Maar dat denk ik ook haast niet. Dit is nog wel best wel een werkje hoor. Maar goed, we doen een keertje binnenkort eens een keer Rotterdam. En ik zal even nogmaals. En we doen een keertje langs de hele kustlijn Nederland. Oké, leuk. Bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Like en share. Mijn video's vind ik hartstikke leuk. Druk op het belletje. En dan word je op de hoogte gehouden. En hou mijn kanaal even gaten met de kerst. Want ik denk dat ik met de kerst. Want ik denk. Ik ben niet helemaal zeker. Had ik dan de hele kerstvakantie iedere dag een filmpje gaan uploaden. Want ik zit toch maar thuis voor me uit te kijken. Dus ik denk van dan kunnen we eens goed gewoon filmpjes gaan uploaden. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Er komen allemaal kerstspecials aan. Dan gewoon op dagen dat ik dus niet upload. Dat is dan de donderdag. En de zaterdag en zondag. Komen misschien dan nog extra kerstfilmpjes. Voor de mensen die dus ook allemaal thuis zitten te vervelen. Want we mogen niks vanwege het COVID. Hou mijn kanaal in de gaten. Druk het belletje, moet je op de hoogte houden. Zodra er weer een nieuw video komt, dan zien we elkaar weer bij een volgende. En de volgende is natuurlijk aanstaande maandag weer. Gaan we weer de testtrip verder. En dan gaan wij even kijken. De fietsoverdocht doen. De fiets en de vuurtoren. Ik had gezegd, volgende video dat we die nog zullen doen. Maar afgelopen week was nog het laatste stukje. Aankomende maand doen wij fotosessie en de vuurtoren. Nogmaals, doe ik gewoon belletje, dan word je op de hoogte gehouden. De groeten doen ons!